iemand jarig? Een feestje? Bijna een feestje. Ik heb 200 kaas nodig. 200 kaas maak je voor elkaar. U gaat inburgeren in Nederland. Daarom is de taal belangrijk. Maar ook kennis van Nederland is belangrijk. Als u werk zoekt of een ander huis. Als u een afspraak wilt maken in het ziekenhuis. Hoe gaat dat in Nederland? Wat zijn de regels? U kunt een cursus doen om dit te leren. U moet ook een inburgeringsexamen doen. Tijdens het examen laat u zien wat u hebt geleerd. Als u slaagt voor het inburgeringsexamen, krijgt u een inburgeringsdiploma. Niet iedereen hoeft het inburgeringsexamen te doen. Er zijn meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld het staatsexamen, Nederlands als tweede taal. U wilt goed Nederlands leren voor een baan of een studie op het mbo, hbo of de universiteit. Dan maakt u het staatsexamen. In plaats van het inburgeringsexamen kunt u ook examen doen in het beroepsonderwijs. Dat kan als u graag een beroepsopleiding wilt volgen. Inburgeraars krijgen extra taallessen tijdens de beroepsopleidingen. In plaats van het inburgeringsexamen is er ook de korte vrijstellingstoets. Hier kunt u aan meedoen als u al goed Nederlands spreekt en schrijft. Maar u moet ook veel weten over Nederland. U heeft geen cursus meer nodig. Dan kunt u de korte vrijstellingstoets doen. Op de website www.inburgeren.nl vindt u meer informatie over deze mogelijkheden.